Meer betaalbare woningen bouwen en een woonplicht invoeren van 5 jaar. Dat zijn voorstellen die de PvdA doet om de woningnood in de stad aan te pakken. De gemeente Groningen heeft onderzocht wat voor maatregelen er mogelijk zijn, maar de PvdA wil zo snel mogelijk concrete plannen zien. Een van de suggesties is het bouwen van goedkope koopwoningen. Wat je nu ziet is dat leraren, politieagenten, zorgwerkers eigenlijk net te veel verdienen om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning en huursubsidie. Maar absoluut niet in staat zijn om een gewone betaalbare woning te krijgen. En daarvoor moet je dus echt iets anders doen. En daarvoor zeggen we als Partij van de Arbeid, dan moet je sociale koopwoningen gaan bouwen. Bijvoorbeeld hier bij de Suikerzijde waar we nu staan, daar moeten echt honderden sociale koopwoningen worden gebouwd. Maar je kan ook denken aan Meerstad, aan de Stadshavens of aan de Heldin. Kortom, op plekken waar we nieuwe wijken gaan ontwikkelen, moeten ook sociale koopwoningen worden gebouwd. Bussoff hoopt dat andere partijen zich aansluiten bij deze ideeën. Ja, het is een verregaand voorstel. Het zal ook geld gaan kosten. Het vraagt ook nog nadere uitwerking. Maar ik denk wel dat het echt noodzakelijk is als wij ervoor willen zorgen dat ook de middeninkomens gewoon in Groningen kunnen blijven wonen. Maar alleen betaalbare koopwoningen gaat het probleem volgens de PvdA niet oplossen. En daarom pleit de partij ook voor een woonplicht. Dat houdt in dat bijvoorbeeld beleggers geen huizen mogen opkopen om die vervolgens te verhuren. De gemeente heeft al aangegeven voor een woonplicht van 1 jaar te zijn, maar Bussoff vindt dat deze voor minimaal 3 jaar zou moeten gelden. We moeten ook iets doen om de huizenbeleggers die nu wijken echt opkopen en overnemen, om die de pas af te snijden. En daarvoor willen wij als Partij van de Arbeid de zelfbewoningsplicht uitbreiden van 1 naar 3 tot 5 jaar. En dat betekent dat als je een woning koopt, je die niet binnen 1 of 3 tot 5 jaar mag verhuren, dan moet je er gewoon zelf in gaan wonen. Daarmee snij je echt beleggers de pas af. En daarnaast willen we ook dat er een opkoopbescherming gaat gelden in eigenlijk bijna heel Groningen, zodat het verboden wordt voor huizenbeleggers om in wijken huizen op te gaan kopen.